Dit is een bespreking van het vierde onderdeeltje van paragraaf 41 van het 21ste boek van Ab Urbe Condita. Scipio is nog steeds bezig om aan zijn troepen het beeld te schetsen van hemzelf als kat en Hannibal als muis. In het gedeelte wat nu volgt gaat hij betogen dat Hannibal zelf niet zo goed in de gaten heeft dat hij de muis is en niet de kat. In deze Latijnse tekst betoogt Scipio dat Hannibal eigenlijk in de gaten zou moeten hebben dat hij de onderliggende partij is, dus de muis. En hij geeft daar een aantal redenen voor. Die quem, relatieve aansluiting, dat is Hannibal. Als niet hem onderwerp scelus saguntinum, de Saguntijnse misdaad, als zijn Saguntijnse misdaad hem niet zou opjagen. Dat is dus reden 1. Hannibal zou in de gaten moeten hebben dat hij fout zat bij Saguntum. En vanuit Romeins perspectief is dat natuurlijk ook zo. Dus als dat niet het geval zou zijn, als die Hannibal niet geplaagd zou worden door een slecht geweten over Saguntum, zegt Scipio, dan zou hij toch zeker moeten kijken naar, respiceren is eigenlijk omkijken, dan zou hij toch zeker moeten denken aan, dat zeker dat staat daar en daar dadelijk nog een keer, dus grote nadruk, dan zou hij toch profecto waarachtig moeten denken aan, als niet aan zijn vaderland dat overwonnen is, als hij dan niet al denkt aan zijn eigen stad Carthago, die wij al een keer verslagen hebben, dan zou hij toch zeker moeten denken aan zijn domum, aan zijn huis en zijn vader en de verdragen geschreven door de hand van zijn vader Hamilcar. Dus Hamilcar, Hannibals vader, heeft zich al een keer aan ons overgegeven. En Hannibal zou dan toch moeten weten dat hij niet de sterkste is. Hamilcar, daar komt een bijzin bij, die bevolen door de consul. Dus ik heb vertaald op bevel van de consul, van daarmee congrueren Nostro, op bevel van onze consul, naar beneden heeft gevoerd. Zijn garnizoen, dus zijn soldaten, vanaf de Eryx. Die nederlaag bij de Eryx is door Scipio al eens eerder genoemd. We hebben al zo vaak gewonnen van die Carthagers. Waarom heeft die Hannibal dat nou niet in de gaten? Nog een bijzin bij die Hamilcar, Anafor en Asyndeton. Die, de graves, dat zijn de zware, dat congrueert met leges, die de zware wetten, hier worden bedoeld vredesbepalingen, bedoeld is het verdrag na de Eerste Punische Oorlog, Hamilcar, die de zware vredesvoorwaarden impositas, congrueert met leges, opgelegd zijnde aan de overwonnen Carthagers, heeft geaccepteerd. Heeft geaccepteerd, natuurlijk niet van harte heeft hij Hamilcar dat gedaan. Er staat hier Fremens, morrend en PPA en Mairens bedroefd. Die dus morrend en bedroefd heeft moeten accepteren de zware voorwaarden die opgelegd zijn aan de overwonnen Carthagers. En dan nog Tricolon, de drie keren anafoor met qui, die decadens vertrekkend, nog een PPA, Sicilia, is, de bedoeling is, de A is lang, dus dit is een ablativus, die vertrekkend uit Sicilië, pactus est, panciski is een deponens wat zich verplichten betekent, zich verplicht heeft, dus Hamilcar, die vertrekkend uit Sicilië, zich verplicht heeft te geven, een schatting, dus een prijs, een som geld, aan het Romeinse volk. Dus hier in dit stukje geeft Scipio een aantal redenen waarom Hannibal toch in de gaten zou moeten hebben dat hij de onderliggende partij is, dat hij degene is die het verdrag overtreedt.